Hoi, ik ben Mats van Oosten en ik ben 14 jaar. Ik ben een jongen en die doet aan make-up. Dagelijks doe ik make-up eigenlijk, gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik me daar fijn mee voel eigenlijk. Ik ga eigenlijk wel elke dag met make-up naar buiten en of dat nou in mijn vrije tijd is of naar school. Zijn er ook kinderen uit je klas of van je school die denken van doe maar heel eventjes niet en stop er maar mee? Ja, er zijn zeker kinderen op mijn school en ook redelijk wat die het niet oké vinden of die het niet accepteren of niet snappen waarom ik het doe. Het is toch eigenlijk gemaakt voor meiden toch? Daar wordt het op gemaakt, is toch ook reclame voor? Ik heb nog nooit een reclamebord van make-up gezien van jongens. Misschien kijk je er niet heel veel naar, maar als je beter gaat kijken zie je redelijk veel. Het komt er steeds meer aan dat jongens ook make-up dragen en vooral voor fotoshoots of voor promotie voor merken. Het wordt steeds bekender. Ik doe het alleen heel soms op, maar dat is puur om verveling. Dat doet mijn zus het. Waarom ben je eigenlijk begonnen met het dragen van make-up? Omdat ik het gewoon leuk vond eerst. En toen daarna ben ik veel meer YouTubers en zo gaan kijken die dat deden. En toen vond ik het steeds interessanter. En ja, toen ging het eigenlijk allemaal vanzelf eigenlijk. Ik vind dat iedereen make-up mag doen, ook al ben je een jongen of een meisje, want dat maakt niet uit. Want we zijn toch allemaal gelijk. Iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil of wat hij leuk vindt. En eigenlijk hoort niemand dat in de weg te staan. Je moet doen waar je je goed bij voelt. En nou, Mats voelt zich goed bij make-up dragen, ook al is hij een jongen. Nou, dan vind ik gewoon dat iedereen dat wel moet respecteren. Ik snap, omdat het misschien een minderheid is, dat het raar wordt gevonden of zo, maar ik vind dat iedereen zichzelf mag zijn en ja, ik vind niet dat iemand anders je daar zomaar op hoeft te beoordelen of daar een vervelende reactie over hoeft te geven. Wil je later ook drag queen zijn? Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, ik vind drag heel leuk en ik vind make-up heel leuk. Dus ik sluit het zeker niet voor mezelf af om later daar iets mee te gaan doen. Ik vind dat een soort van een vrijheid van meningsuiting heeft te maken. Want hij heeft de mening dat hij gewoon make-up kan dragen als hij dat wil. Dus we gaan eerst primer doen. En dat doen we gewoon over het hele gezicht. En nu ga ik foundation op doen. Dit is concealer. En dat doe ik onder mijn ogen om een beetje mijn wallen weg te werken. Nu gaan we bronzer gebruiken. Weet ik kan er nog wat van doen. En dan ga ik contour gebruiken. En dan denk je dus toch eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Maar dit is een warme kleur. En dit zijn dan weer koelere kleuren. Nu gebruik ik blush. Je moet het eigenlijk omhoog blenden, want dan krijg je dit effect. Eigenlijk is het best raar dat een jongen meer over make-up weet dan meisjes. En heel veel mensen beginnen hier, maar dan ga je ze heel dik tekenen, zo. Dus begin altijd vanuit het midden en dan ga je naar buiten. En dan ben ik klaar. Ik vind het best wel mooi. Als ik het opdoe, het heeft een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, magisch gevoel of zo. Alsof ik ben en dat niemand dat kan afnemen gewoon. Als hij dan make-up op heeft en hij voelt zich daar helemaal blij bij, dan snap ik dat wel. Dat is bijvoorbeeld ook, als ik paardrijd, dan ben ik ook blij dat ik paardrijd. Dan heeft hij dan hetzelfde met make-up, dat hij gewoon zichzelf goed voelt en zo. Ik vind het ook belangrijk dat hij gewoon laat zien dat hij dit wil. En niet dat hij het geheim houdt, dat hij bang is dat hij hiermee gepest wordt. Hij deelt juist zijn verhaal en dat vind ik juist belangrijk. Want misschien doordat hij zijn verhaal vertelt, dat er meerdere jongens het durven ook te vertellen. Dat hun dit ook leuk vinden. Ja, dat het hier al zo geaccepteerd wordt. Ja, dat is heel fijn dat ik het nu heb kunnen uitleggen. En dat meer mensen er nu begrip voor hebben.